Yo, wat up gasten, het is zondag, dus het is tijd voor mij om tegen een camera te praten. Helemaal alleen op mijn kamer en dat is pittig ongemakkelijk. Maar er zijn heel veel andere dingen in het leven die ook heel ongemakkelijk zijn. Daarom heb ik vandaag de lijst gemaakt voor jullie. 25 meest ongemakkelijke momenten. Soms heb ik het wel eens dat ik een pagina lees in de krant. Ik sla de pagina om en ik denk bij mezelf, wat heb ik nou daarnet eigenlijk gelezen? Dan ben ik het gewoon direct vergeten. Soms zit je met allemaal vrienden een film te kijken en er ligt chips. Je neemt een hap van die chips en dan kan niemand meer iets horen van de film. Ja, dat is lekker. Dan ligt de chips en je hebt honger. Maar je kan het niet eten. Oh, ongemakkelijk. Op de middelbare school leer je natuurlijk heel veel en dat roept vragen op. Dus dan stel je een vraag aan de lerares en dan komt de lerares naar je toe. En die hangt dan over je tafel heen met haar tieten. En dan ga je het antwoord niet meekrijgen. Nee, je kijkt alleen maar recht in haar décolleté. Maar dan stelt de jongen aan de tafel naast je natuurlijk dezelfde vraag. En dan gaat de lerares daar naartoe. En dan heb je de kont van de lerares over je tafel heen hangen. Ja, ook pittig ongemakkelijk. Je kan natuurlijk ook in gesprek zijn op WhatsApp en in één keer een ok verwachten. Ja, dan word je geokt. Wat moet je reageren op ok? Dat is de meest ongemakkelijke gespreksafsluiter ooit. Een ok. Niet doen, alsjeblieft. Ik heb het serieus wel eens meegemaakt dat ik in de lift stond en daar liet iemand een ruft. En die gast keek mij aan zo van, heeft hij het gehoord? Ah, shit. Volgens mij wel. Oh, nee. Natuurlijk heb ik het gehoord. En als je me aan gaat lopen kijken, dan wordt het echt heel erg ongemakkelijk. En anders zijn er natuurlijk ook nog alle momenten dat je iemand de lift in ziet gaan die jij niet mag. En je gaat er ongemakkelijk staan doen alsof je nog iets moet doen. Net zolang totdat de lift weg is en dan pak jij gewoon de andere lift. Dat moment dat je een YouTube video gaat opnemen, maar je haar is nog altijd te lang. Hashtag Bardo moet een keer naar de kapper, maar dat doet hij niet. Oh. Je kan natuurlijk ook een oude bekende tegenkomen en zeggen, oh wat leuk, wanneer komt de baby? En dan is ze gewoon dik. Ja, dat zijn ongemakkelijke momenten. Ik mag blij zijn dat ik geen vrouw ben, anders had ik de hele tijd van dat soort momenten. Van de week zat ik op een kantoor en uit het niets ging mijn maag in één keer grommen. En dan niet zomaar grommen, nee. Ja, en iedereen op dat kantoor die keek me aan zo van, wow, wat heb jij daar voor monster in je buik? Kut leven. Of je komt je ex tegen in de stad en je ziet haar wegrennen als een soort ninja. Dat is zo ongemakkelijk. Zo van, hey, ik zag je wel. En doei. Denk ik. En deze is wel echt een klassieker. Soms loop je over straat, zwaait er iemand naar jou, jij zwaait terug. En die persoon die zwaait niet naar jou. Ja, dat gebeurt behoorlijk vaak. Iedereen die ooit is gevallen, of het nu op straat of op de fiets is, die kent het wel dat je valt. En dan sta je op en dan doe je gewoon alsof er niks is gebeurd. Dit had ik allemaal gepland, dat ik viel en zo. Het is ook ongemakkelijk om te lachen om een grap die je niet snapt, maar je lacht omdat je vriendelijk wil zijn. Of je bent juist degene die de grap vertelt en de ander snapt de grap niet, dus je moet je eigen grap gaan uitleggen. Dat is een hel. Ik denk dat iedereen wel een keer op een bank of een stoel heeft gezeten en per ongeluk een scheetgeluid maakt. En dan vervolgens zegt iedereen, haha, je liet een scheet, moet je niet doen hè. En dan ga je proberen het geluid van die scheet na te bootsen op de bank of de stoel. Alleen dat lukt soms niet en dan gaat iedereen juist denken dat je scheet liet. Soms verzin ik de meest briljante Facebook en Twitter berichten ooit. Alleen niemand liked of retweet ze. En dan zit ik daar met mijn bericht helemaal blij. Niemand vindt het leuk. Of je koopt een hele grote zak lucht en in die zak lucht zit dan nog wat chips. Dat je denkt, huh? Hoezo zitten chips in mijn zak lucht? Dat klopt niet. Wat ook echt verschrikkelijk ongemakkelijk is, is als je al de verkeerde kant op loopt en je doet alsof je iets vergeten bent, zodat je je om kan gaan draaien. Terwijl je helemaal niks vergeten bent, maar dat is dan je smoes om jezelf om te gaan kunnen draaien. Oh, deze is ook geweldig. Dat je bij een van je vrienden van school thuis bent en die gozer krijgt ruzie met zijn pa. En dan zit je daar op de bank met je glaasje ranja. Ik vind het heel leuk hier. Leuke ruzie hoor. Wat ook ongemakkelijk is, is wel een emo die bij de McDonald's een Happy Meal haalt. Snap je? Een emo, want die... Oké. Of iemand die anno 2014 nog altijd praat over emo's. Ja, ik kom uit het tijdperk van Tokyo Hotel, de echt ongemakkelijke muziek. Running through the moon soon, beyond the world, till the blah blah blah. Oh, Tokyo Hotel toch. Het is ook verschrikkelijk ongemakkelijk als je ouders wil uitleggen wat YouTubers zijn. Dan krijg je meestal een reactie zoals, maar natuurlijk zoon, ik snap je wel. Ik kijk ook naar allemaal mensen die zichzelf filmen in hun slaapkamer. Maar dan kijk ik niet naar mannen. Ik denk dat iedereen deze laatste ook wel kent, want één keer per jaar ben je natuurlijk jarig en op die dag gaat iedereen voor jou zingen. En dan sta je daar voor 10 man die jou toezingen, zo van... Fijne verjaardag voor jou. Geweldig. Fijne verjaardag super voor jou. Fijne verjaardag, lieve Bardo.
Ah, dankjewel, wat een leuk. Maar Bardo, we gaan nu de Chinese versie doen. Honky Pongy, Shanghai. Honky Pong. En dan na de Chinese variant is er nog de Spaanse en de Engelse variant. En dat waren alle liedjes op jouw verjaardag. Duurt maar een kwartier. Deel deze video met al je vrienden die ook verschrikkelijk ongemakkelijk zijn. Of vrienden die verschrikkelijk ongemakkelijke momenten creëren. Pak de link hierboven. Stuur hem door naar al die mensen via Twitter, Facebook, Skype, Instagram, Snapchat. Wat heb je allemaal tegenwoordig? Stuur hem door. Want je hebt in principe twee redenen om deze video door te sturen. Of je maakt mensen aan het lachen. Of je hebt een gênant moment te pakken. Mijn excuses voor de middelvinger. En vergeet ook vooral niet te abonneren hier beneden. Want ik upload elke zondag een nieuwe video. En geef vooral een duimpje omhoog. Want voor elk duimpje omhoog komt er een nieuwe Jennifer Lawrence naaktfoto uit. Nee, eigenlijk niet. Dat zou dan weer ongemakkelijk zijn voor Jennifer Lawrence. Alhoewel ik het niet erg zou vinden hoor. Zo ben ik dan ook wel weer. Maar geef vooral een duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. En stuur deze video door. Heel erg bedankt voor het kijken jongens. En ik check jullie later! Mocht je deze video leuk vinden, klik dan hier naast mij verder voor een andere top 25. Of klik hier aan deze kant verder voor een leuke banjo sketch die ik met alle plezier voor jullie heb gemaakt. Bedankt voor het kijken en klik lekker verder. Later!